Met veel plezier en naar alle tevredenheid werken ze er soms al 8 jaar als payroller bij Duo, de dienstuitvoering onderwijs. Vorige maand kregen ze een vervelende boodschap. Dat wij per 1 januari 2016 niet meer bij Duo werkzaam mogen zijn. Wie gaat jullie werk dan doen? Nou, waarschijnlijk wordt dat overgenomen door uitzendkrachten. En een vast contract, wat natuurlijk mijn voorkeur heeft, dat is geen optie in verband met bezuinigingsdoelstellingen. In totaal gaat het bij Duo om zo'n 50 tot 60 payrollers die vanaf 1 januari niet meer hoeven te komen. De eerste is zelfs al vertrokken. Terwijl minister Asscher vorig jaar beloofde dat zij en veel andere payroll-medewerkers bij de overheid in dienst zouden komen. Payrolling, daar gaan we mee stoppen. Dat gaat de komende jaren worden afgebouwd. Mensen komen gewoon in dienst. Denk ook aan de schoonmakers. We gaan die weer in dienst nemen, bij de overheid zelfs, zodat ze erbij horen. Maar ze horen er niet bij, zeggen ze. In de praktijk blijkt de richtlijn anders uit te pakken. Ik voel mij medewerker van Duo. Ik word behandeld als medewerker van Duo. Ik ben tevreden als medewerker van Duo en Duo over mij. Ja, en toch kunnen we helaas niet blijven. Nou, dat is volgens mij niet wat de minister van Sociale Zaken heeft bedoeld. Dus ik vind dat niet passen bij het beleid van de Rijksoverheid en eigenlijk ook niet echt fatsoenlijk. Duo laat weten dat er per 1 januari 2016 niemand meer via de payrollconstructie bij de organisatie werkt. De verwachting is volgens Duo dat een deel van deze groep in dienst kan komen. Maar ze krijgen zo'n baan alleen als er niemand anders binnen de Rijksoverheid voor te vinden is.